Dag, fijn dat je kijkt naar deze video van Art and Leisure. Mijn naam is Birgit Mommers en vandaag vertel ik u graag wat meer over een van de grote Duitse Renaissance-meesters en dat is Lucas Cranach de Oudere. En we gaan dat doen aan de hand van een fantastisch werk van zijn hand uit de collectie van de Hermitage in Sint-Petersburg. En dat is dit werk: een prachtige Maria met kind gezeten onder een appelboom. En ik ga het zo dadelijk met u hebben over hoe we dit werk moeten plaatsen in het uiveren van een man die toch vaak geassocieerd wordt met de Reformatie. Maar eerst wil ik u voorstellen aan de man. En dit is hem. Dit is Lucas Kranach, geboren in Kronach, Noord-Beieren. En hij wordt schilder en graveur. Hij gaat reizen en hij reist via Wenen naar Wittenberg. En in Wittenberg, daar gaat hij zich vestigen. En daar gaat hij ook zijn activiteiten uitbreiden. Hij gaat boeken en papier verkopen, hij heeft een wijnmakerij en hij heeft een uitgeverij. Waarin hij uiteraard ook zijn eigen prentwerk uitgeeft. Maar belangrijker voor ons als kunstminnaars is het feit dat hij in 1505. Een, 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 een positie krijgt als hofschilder bij de keurvorst van Saxen, Frederik de Wijze, die zijn residentie in Wittenberg had. En hij heeft heel goed contact met deze messeners. Hij krijgt veel privileges, in ieder geval van die Frederik de Wijze. En een van die privileges ziet u hier. Hij krijgt namelijk zijn eigen insigne of Embleem en dat krijgt hij vanaf Pakweg 15, 8, want Vanaf dan zien we dat ook terugkeren in zijn werken. Het is een gevleugelde slang die we hier aan de, in ons schilderij aan de rechterkant op de boomstam zien afgebeeld in een lichte tint. U ziet het hier. En deze Frederik de Wijze die uh, lieerde zich dus op die manier aan Lucas Cranach. Maar hij was ook de beschermheer van Maarten Luther. En die kenden we natuurlijk als degene die de Reformatie op gang bracht. Door die 95 stellingen aan de deur van de Kerk van Wittenberg te hangen. En hij was ooit een monnik. Hij zat in een klooster. Maar hij keerde zich al heel snel tegen de gevestigde orde. Maarten Luther, die um, realiseerde zich de misstanden binnen de kerk, binnen de katholieke kerk. En die ging daartegen ageren, middels onder andere die 95 stellingen, waarbij hij zich onder meer tegen de aflatenverkoop keert. Maar hij is ook tegen het celibaat binnen de katholieke kerk. En zo kan het gebeuren dat Maarten Luther, de gewezen monnik, ging trouwen met de gewezen non Catharina van Bora. En u ziet haar hier aan de rechterkant. Deze Maarten Luther was niet alleen de beschermeling van Frederik de Wijze, hij was ook een goede vriend van Lucas Cranach. En deze maakte uh, vele portretten van hem. Echter, niet alle portretten van Maarten Luther zijn ook daadwerkelijk van de hand van Lucas Cranach. Er kwamen ontzettend veel portretten van Luther en ietsje minder van Catharina van Bora uit het atelier van Lucas Cranach. Maar hij maakte slechts een aantal werken eigenhandig en de rest liet hij over aan zijn assistenten. In dit geval hebben we zeer waarschijnlijk te maken met werken die wel van de hand van Lucas Cranach zelf zijn, omdat de kwaliteit zo prachtig en goed is. Naast het feit dat hij portretten maakte van Maarten Luther, ging hij ook bezig met het weergeven van uh, de ideologie. De opvatting, het gedachtegoed van de reformatie. En dat, in dat kader moeten we terugkijken naar deze Maria met kind onder een appelboom. Waar plaatsen we dit dan in het uiveren? Laat ik allereerst even zeggen dat Lucas Kranach naast zijn werk voor, uh, voor Maarten Luther ook nog steeds werkte voor de katholieke opdrachtgevers. Als je betaalde, dan schilderde hij wat voor je. Maar toch moeten we ook zeggen: dit wordt echt wel gezien als een protestantse Maagd Maria. Hoe, hoe zit dat dan? Nou, allereerst is het belangrijk om te beseffen dat Maarten Luther niet fel gekant was tegen afbeeldingen. Hij vond het zelfs verschrikkelijk dat er beeldenstormen plaatsvonden. Maar wat hij niet door de burger vond kunnen was het feit dat sommige werken in katholieke kerken aanbeden werden dus dan krijg je een soort van afgoderij en dat die overmatige aanbidding daar was hij wel tegen gekant maar hij zag ook wel in dat kunstwerken een ondersteunende functie kunnen hebben om een verhaal te vertellen een tweede ding wat belangrijk is in het bekijken van dit werk, is het feit dat Maarten Luther um, een connectie voelde met Maria. Hij noemde haar steeds de Eeuwige Maagd. En we krijgen dan te maken met een wijziging ten opzichte van de katholieke beeldtaal. In de katholieke beeldtaal zien we bijvoorbeeld Maria nog wel eens terug als hemelkoningin. En dat is iets wat in het protestantisme zeker niet meer gedaan wordt. Dat wetende dat Luther nog steeds die connectie ervaart met Maria, dat hij ook van de afbeeldingen is, de religieuze afbeeldingen, in dat kader moeten we dit plaatsen: Deze Maria is een zeer menselijke Maria die hier heel duidelijk is weergegeven als de moeder van de zoon van God. Maar ze is hier geplaatst tegen de achtergrond van een landschap, dat gebeurde wel vaker, en onder een appelboom. En die appelboom is heel veelzeggend. Deze appelboom, die vol hangt met appels, is natuurlijk een referentie aan de zondeval, waarbij Eva de appel eet die ze nooit had mogen eten. En waarmee ze de mensheid belast met de erfzonde. Maria uh, gaat de zoon van God baren. En wordt daarmee een beginpunt van de verlossing. Zij wordt dus de nieuwe Eva. En daarom zit ze hier onder die appelboom. Om dat aan te duiden. Het prachtige Christuskind dat ons zo direct aankijkt. Die heeft ook in zijn linkerhandje een appel. En die verwijst. Ook weer naar de erfzonde van de mensheid. Christus zal uiteindelijk die verlossing bieden. De verlossing van die erfzonde. En dat wordt eh, belichaamd door het stukje brood dat hij in zijn rechterknuisje vasthoudt. Dat brood is dan het lichaam van Christus eh, en het wijst op het, op het feit dat hij zichzelf, zijn, zijn mens zijn opofferd voor um, de verlossing van de mensheid. Dit zijn dus allemaal diepere symbolen die ook dus in de schilderkunst en um, de beeldtaal van de Reformatie terugkomen en zeker dus niet voorbehouden zijn aan alleen de katholieke beeldtaal. Naast deze symboliek biedt dit werk ons een aantal prachtige Kranach kenmerken. Allereerst natuurlijk die typische Kranach-vrouw die we hier zien, die Maria hier is. Uh, ze heeft um, van die prachtige oogjes met, die, die een beetje lijken te sluiten met zware oogleden. Dit is iets wat we eigenlijk bijna kunnen zien als Kranach-schoonheidsideaal voor de vrouw. We zien ook dat die. Een prachtig kleurgebruik hanteert. Niet alleen in dit werk, maar ook in zijn andere werken. Kijkt u eens naar hoe prachtig dat blauw en dat olijfgroen en dat rood tegen elkaar afsteken. En we zien nog iets bijzonders in de achtergrond. Daar zien we namelijk een doorkijkje naar een landschap. En in dat landschap. Hoe verder we naar achter gaan, hoe lichter de kleuren worden. We noemen dat atmosferisch perspectief. Onze blik komt dan uit bij een meertje, met daarachter de blauwige bergen die tegen de horizon afsteken. Door die bergen een blauwe kleur te geven, ze hadden ook groen kunnen zijn of grijzig, die, krijg je die diepte in het schilderij. En dit is een techniek die vaak gebruikt wordt in de landschapsschilderkunst. Lucas Cranach kunnen we dus ook nog plaatsen bij de ontwikkeling van het landschapgenre in de Westerse kunst. En zo ziet u dus dat een schilderij eh, vol diepgang kan zitten, met natuurlijk daarnaast nog de eigen kenmerken van een schilder. Ik hoop dat u genoten heeft van deze korte introductie op het werk. En als u een keertje in Sint-Petersburg bent, moet u zeker even op zoek naar dit schilderij. Het is zeer de moeite waard. Het was hier in Amsterdam in de Hermitage in 2019 te bewonderen in de tentoonstelling De Schatkamer. Mocht u nou na het horen van dit verhaal denken: ik zou eigenlijk wel wat langer willen luisteren naar verhalen over kunst. Dat kan. Ik geef iedere twee weken een nieuw live webinar. En steeds met een, met, een, met een ander onderwerp over diverse gebieden binnen de kunstgeschiedenis, binnen diverse periodes van de kunstgeschiedenis. En bent u dan heel benieuwd geworden naar wat het aanbod dan is? Neem dan vooral ook even een kijkje op um, de webinaragenda op www.artandleisure.nl. Um, daar kunt u dan uh, kijken wat de webinar, welke webinars er worden aangeboden en kunt u zich inschrijven. Dan kunt u twee uur lang genieten van kunst. Maar voor nu wil ik u heel hartelijk danken voor het feit dat u erbij was. En um, ik zie u heel graag een volgende keer weer terug bij een volgend kunstwerk.